deze protestsollicitatie overhandig. Oké, dankjewel. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt overhandigde vanmiddag een protestsollicitatie aan de NAM in Assen. Het Kamerlid heeft gesolliciteerd op de functie External Relations Manager Earthquakes. Hij vindt zichzelf de aangewezen persoon om de beschadigde reputatie van de NAM te verbeteren. Wat maakt u zo geschikt voor deze functie? Nou ja, omdat ik precies weet hoe de NAM aan een betere reputatie moet komen. Ze noemen dat ook wel reputatiemanager. Maar wat de NAM ervan maakt, dat is een soort knollen voor citroenenverkoopmanager. Kijk, ze hebben een hele slechte naam. Iedereen weet hoe dat komt. En dat los je niet met een reputatiemanager op. Dat los je met minder gas winnen. Die Groningers niet in de weg lopen. Gewoon snel schades afhandelen en verstevigen. En volgens mij, als ze dat doen, dan krijgen ze de beste reputatie van heel Groningen. En dat kom ik ze uitleggen vanmiddag. Ulenbelt is erg gemotiveerd om te solliciteren. En daarom overhandigde hij zijn protestsollicitatie hoogst persoonlijk. Hij denkt dat het imago van de NAM makkelijk verbeterd kan worden. Volgens het Tweede Kamerlid is de NAM erg terughoudend in het verstrekken van hulp en financiële compensatie aan de lijdende Groningers. Mensen zijn radeloos die in die huizen zitten. Ja, en de NAM die staat maar op de rem. En dan hebben ze die advertentie hebben ze ook nog ingetrokken. Dat ga ik ook zo eens even vragen. Kijk, dat de NAM verstand heeft van onder de grond, dat snap ik wel. Maar dat ze nu ook nog met die advertentie ondergronds gaan, daar snap ik werkelijk helemaal niks van. En dat is het beste bewijs dat ze echt een reputatiemanager nodig hebben. Ik vind het absurd dat ze het doen. Dus daarom sta ik hier met een prachtige protestsollicitatie. Die ga ik ze zo meteen overhandigen. En dan zal ik ze duidelijk maken hoe ze aan een goede reputatie kunnen komen. Namelijk niet door een manager in te huren, maar gewoon een ander beleid te voeren. 7 januari is er een conferentie en een politiek debat in Groningen. Hier kan iedereen meepraten over een toekomst zonder de NAM. We organiseren een conferentie met heel veel verschillende partijen. Onder andere Groningen Bodembeweging, maar ook de ChristenUnie. Milieudefensie, het is heel breed. En we willen met z'n allen nadenken over een toekomst waarin Groningen weer veilig wordt. Een toekomst zonder de NAM en zonder te hoge gaswinning. Maar waarin wel geïnvesteerd wordt in Groningen. En denkt u dat de actie van de heer Ulenbelt hier verandering zal brengen? Of denkt u dat de NAM het wegwuift? Nou, het is natuurlijk een soort ludiek protest, maar we willen laten zien dat het echt heel erg hard anders moet. Groningen is nog steeds niet veilig en mensen zitten in een onveilig huis, in een huis wat snel gerepareerd moet worden en de NAM zorgt daar niet voor. Het is een ludiek protest, maar met een hele serieuze ondertoon. De NAM heeft aangegeven dat de sollicitatie van Paul Ulenbelt wordt afgehandeld zoals elke andere. Hij belandt op een grote stapel, zoals een woordvoerder dat zei. Het debatavond over de NAM vindt zaterdag 7 januari plaats in het Groninger Forum.